Ik was cameraman tijdens die dienst. Dus ik stond dan, welkom bij Beams Online Kerkdienst, super cool, bla bla bla. Hier is de band. En dan stapte ik 2 stapjes om en dan pakte ik de camera. Ja, het was afschuwelijk. Hoe en waar ontstond het idee om een Beam Kerkdienst te gaan beginnen? Ja, daarvoor moeten we een eind terug. Zo gaat het dus me altijd, hè? Altijd als ik iets wil gaan vertellen, komt er iemand anders doorheen. Dat is echt een beetje de tragiek van deze afdeling. Sorry, hoe ontstond de Beam Kerkdienst? Ik stond met Maarten op het Mediapark. We hadden een lancering van 3FM. Dus er was een bedrijfsbrede meeting, iedereen was erbij. En voordat die meeting begon, was het van gaan natuurlijk naar de persconferentie kijken. En op een gegeven moment kwam ook die zin van Mark Rutte van groepen boven 100 man, dat mag niet meer. Ik zeg tegen Maarten, dat betekent dat de kerken dicht gaan. Weet je, het voelde als een filmscenario, dat iedereen omkeek, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Niemand hoorde dat. En toen ontstond eigenlijk direct het idee, laten we dan als Beam komende zondag een kerkdienst organiseren. En dat was donderdag, weet ik nog. Dan hebben we vaak een borrel. Nou, die borrel hebben we toen gebruikt om met elkaar te bedenken, hoe ziet het er dan uit? Wat gaan we doen? Maarten kwam meteen naar mij toe van, kunnen we dat regelen voor zondag? Ik dacht van, ja, dit is wel vrij snel, maar... ja, we hebben de apparatuur in huis, omdat we die week ook een nieuwe serie Denkstof gingen opnemen in de studio. De band zei dus massaal van nee, wij kunnen niet. Wij hebben allemaal optredens of we moeten al in diensten spelen. Dus ik zei tegen Amanda van de Worship Band, nee hoor, die worden allemaal gecanceld. Dus zij konden. En toen zijn we die zondag, dus 3 dagen later, zijn we voor het eerst live op YouTube gegaan met de kerkdienst. Dit is hogere wiskunde. 1 en 2. Kijk, hier is nog iemand. Oh, het gaat goed, hè? Uiteindelijk stonden we daar zondagochtend met alle denkstofapparatuur, wat kabeltjes erbij gezocht, mensen erbij gezocht. We konden draaien zondagochtend. Die eerste dienst. Dat was... Ik denk dat ik toen 6 jaar ouder ben geworden. Een hele goede morgen en welkom bij Beams Online Kerkdienst. Het heette Beams Online Kerkdienst. Het was echt de meest amateuristische shit ooit, weet je wel. Het was echt aan elkaar geknoopt met tape en dingen. Ik herinner me nog vooral het moment, ongeveer 1 of 2 minuten voordat we live zouden gaan, dat de producer naar mij toe kwam en die zei, er bestaat een kans dat we niet live kunnen. Toen bleek dat er nog een soort technisch probleem was. Nou ben ik gelukkig niet van de techniek, maar Henk Jan, onze collega van Beam, wel. Die is denk ik misschien wel 16 jaar ouder geworden tijdens die eerste uitzending. We hebben uiteindelijk ook nog op het gasten wifi-netwerk gestreamd in plaats van het vaste netwerk. Dus je ziet ook in de eerste uitzending een paar haperingen. Ik zie hem nog lopen met handen, met snoeren en weer een kastje. En er was nog een apparaat en dat moest allemaal aan elkaar geknoopt worden. De band was nog in een kleine formatie zonder drumstel en dat soort dingen. Jurjen die heeft weinig nodig, die preekt wel. We hadden echt afschuwelijk lelijke camera's met van die fisheye shots. Die hadden we echt, want die stonden toevallig in het gebouw. Het was allemaal bij elkaar geraapt. En ik heb ook nog gefilmd. Ik was cameraman tijdens die dienst. Dus ik stond dan, welkom bij Beams Online Kerkdienst, super cool, bla bla bla. Hier is de band. En dan stapte ik 2 stapjes om en dan pakte ik de camera. Ja, het was afschuwelijk. Op een gegeven moment ging hij ook, dat was wel creatief van hem, op een gegeven moment had hij een shot van een dak en dan ging hij naar beneden. Dat was zijn shot die hij gemaakt had. Maar die eerste uitzending is wel een soort technisch hoogstandje geweest. Dat heeft echt van geluk en misschien ook wel zegen aan elkaar gehangen dat voor elkaar gekomen is. Na die eerste dienst was ik vooral heel blij dat het allemaal uiteindelijk goed gegaan was. Dus ik dacht ook echt niet na over de week daarna. Ik kreeg telefoon. Op maandag, of dinsdag, nee, ik denk op maandag, van een van de managers hier. Die zei, we hebben het gezien en we zijn eigenlijk heel enthousiast. Wil je niet op tv? Beam Kerkdienst live op YouTube en op televisie. In heel Nederland kijken mensen op dit moment mee naar deze dienst. We zijn samen kerk. Ja, voor Beam is het natuurlijk heel bijzonder dat we... Normaal gesproken hebben we de EO Jongerendag als televisieprogramma 1 keer per jaar. Hebben wij voor de rest zelf niet zoveel mee te maken. Maar nu was het echt, betekent dat echt dat wij
als Beam-redactie een tv-uitzending gingen maken. En dat was wel heel speciaal. Kijk, wat bijvoorbeeld grappig is, ik maak al heel lang video's voor Beam. En ik werk al 3 jaar met Henk Jan, of 4 jaar misschien zelfs. En wij hebben allerlei dingen gedaan. En we hebben ook vaak tegen elkaar gezegd van, dit is eigenlijk belachelijk of zo. Weet je wel, van wat zijn we nou aan het doen? Nu is hij ineens een regisseur geworden van een televisieuitzending. En dan zit je dit te kijken en dan denk je misschien van, ja, oké. Maar dat is best echt wel ineens heel wat anders. Er komt veel meer bij kijken. En Jan is dan zoals hij is, zegt van, oh ja, ja, is toch goed, ja, kan toch gewoon, is toch prima. Maar dat is best wel echt een hele sikke functie die hij dus nu vervult. En dat was er dus ineens. Potentie 3, 4, 6, 1. Na een aantal kerkdiensten mocht ik dan voor het eerst zelf de regie doen. En ik weet nog dat Wilke, die kwam ik tegen bij het koffieautomaat en die zei, oh, ik vind het spannend, hè? Ik liep ook een beetje rondjes en zo en dat zag je wel aan mij. Maar dat aftellen, dat blijft altijd wel een ding. Je dan denkt wel van, oh ja, we zijn hier echt live tv aan het maken. Dit is bizar en laten we het gewoon gaan doen. Ja, we kunnen niet meer terug. 4, 3, 2, 1. En start uit. Alsof je een bungee jump aan het doen bent of zo. Ja, die laatste 10 seconden zijn dan echt het spannendste. Als Henk Jan had aangeklopt bij de EO van, jongens, misschien is het tijd dat ik een televisieuitzending, een live televisieuitzending ga regisseren. Dan hadden ze gezegd, Henk Jan, pak je spullen en we hoeven jou hier nooit meer te zien. Nee, maar dan had iedereen gedacht van, nou, wat denk je zelf? Ik ga dus komende zondag tijdens de Beam kerkdienst spreken en ik ben hard aan het oefenen. En ik moet dus de hele tijd in de camera kijken. Dus ik gebruik dit lichtknopje als voorbeeld en daar kijk ik dan de hele tijd naar als ik oefen. We doen het natuurlijk ook als Beam. Het heet niet voor niets de Beam kerkdienst. En daarom vind ik ook heel tof dat Wilke op een gegeven moment ging spreken. Ik vond het persoonlijk best wel een groot risico om iemand daar neer te zetten zonder ervaring, want die heb ik gewoon echt niet. Ik had een blackout voorbereid, dus ik dacht, als ik een blackout krijg, ga ik dit zeggen. En ik hoopte dat ik dat dan nog wel zou onthouden. Ja, op een gegeven moment, ik twijfelde ook, wil ik het dan wel, als er ook zo'n groot risico is dat het verkeerd zou kunnen gaan. En toen ook met iemand gesprek over en die zei tegen mij, volgens mij maak jij jezelf nu heel belangrijk en vergeet je dat God ook heel veel kan doen. En als God jou zo wil gebruiken, misschien wilde je jouw blackout wel gebruiken. Dus toen dacht ik, oh ja, eigenlijk, ik ga me echt goed voorbereiden. Maar uiteindelijk is het dan aan God. En toen dacht ik, nou, let's do it. Als Maarten het wil, dan doe ik het wel. En als God het wil, dat is nog iets belangrijker. Wees niet bang voor je twijfel, maar praat erover. Want God is altijd groter. Ik krijg heel veel reactie. Ik kreeg toevallig gisteren nog een kaartje. Even kijken hoor. Ja, en dan staat er, hoi Wilke, ik zag je bij de Beam Kerkdienst. Dankjewel dat je daar durft te staan. Eerlijk, puur zoals je bent. Heerlijk om naar te luisteren. Ik waardeer het heel erg. Alle positiviteit, dat gezegd hebbende, vind ik het wel een bovenbenodigde boost voor mijn ego eigenlijk. Want er zijn predikanten die staan elke zondag in de kerk. Die hebben hun hele leven in dienst gesteld om te preken. En die krijgen misschien 1 keer op zondag van, nou dominee, goed gedaan. En ik doe het 1 keer en het voelt echt alsof heel christelijk Nederland dan tegen mij gaat zeggen en berichtjes gaat sturen. En ja, echt heel lief. Het is natuurlijk ergens ook een soort, het is een kerkdienst, dus je probeert het ook met een soort wel gedragenheid of zo. Het is ook, er wordt ook God aanbeden en het is een serieuze boodschap. Maar er gebeuren hier achter de schermen natuurlijk de meest absurde dingen. Er gaan echt afschuwelijke dingen fout achter de schermen. We hebben bijvoorbeeld een keer gehad dat de drummer Joël, die zat dan nog op de wc of zo, maar hij moest daar al wel zijn. Dus je ziet hem op een gegeven moment ergens in die kerkdienst, zie je hem nog snel naar zijn drumstel sprinten. Goedemorgen en live vanuit Hilversum is dit de Beam Kerkdienst. Het wekelijkse moment waar we samenkomen via de televisie en via internet om ons geloof te vieren. Ja, dat zijn natuurlijk echt dingen, echt momenten dat je sterft. Dus af en toe, na de dienst, dan staan we ook echt met z'n allen van, wat, het brandalarm is wel eens afgegaan. Of je hoort ineens een piep in de studio. Dat zijn echt dingen dat je achteraf ook echt baalt en boos bent even op elkaar van, wat is hier gebeurd? Het is niet een soort gladde televisieshow. We maken een kerkdienst en ook in een gewone kerkdienst, ja, moet je wel eens even wachten. Gaat er wel eens wat mis? Ik vind dat niet zo erg. Vader in de hemel, we komen vlak voor het begin van deze dienst bij u. Ja, wat ik heel tof vind, is dat we van tevoren wel even bidden.
En dan is het wel even zo'n besefmomentje van, oh ja, we gaan zo live, we gaan zo een kerkdienst maken, er gaan veel mensen kijken. En dat we dan wel vragen, God, wilt u bij ons zijn en wilt u bij de kijker zijn? Het laatste wat wij zouden willen is dat we een soort concurrent worden van kerken. Dus daar heb ik wel over nagedacht van, is dit nou iets wat bij ons past? Is het nou wat we moeten doen? En uiteindelijk denk ik van wel. Ik vind zelf de kerk best vaak saai. Of het sluit. En saai is niet eens het ergste, maar het sluit gewoon heel vaak niet aan bij mijn belevingswereld. Dat is ook wat ik veel van jongeren hoor via Beam. En nu heb ik zelf de kans, hebben wij zelf de kans om daar iets aan te doen. En dat vind ik super vet. Ik hoop gewoon dat de Beam Kerkdienst een plek is waar wij jongeren echt serieus nemen, want het is onze doelgroep, dus voor ons is dat makkelijk. We hebben geen oude mensen die zeggen, dit moeten jullie niet doen. En dat we daarom misschien kerken ook kunnen helpen en kunnen laten zien van, hey, kijk, wij gaan dit proberen, dit werkt absoluut niet. Wij gaan dit proberen, hey, dit werkt absoluut wel. En dat kerken daar dan misschien iets uit kunnen adopteren om te zorgen dat hun jongeren wel in de kerk blijven of de kerk leuker vinden of wat dan ook. Als er mensen zijn die iets hebben aan de Beam Kerkdienst, dan hoop ik dat wij er zijn. Is dat een zin? Zolang er mensen zijn die behoefte hebben aan de Beam Kerkdienst, hoop ik dat wij hem kunnen bieden. Dat vind ik een taak voor ons als EO, voor ons als Beam. Blijkbaar voorzien we in een behoefte en zolang die behoefte er is, moeten wij er gewoon zijn.